In de plaats komt Van Miyange. En bij Dender 3 wijzigingen Hrnčar, Viltar en Puppe achterin. De assistkoning van Dender. En Minda. En zoals Vincent Euvraar voorspelde, voortdurend in transitie. Richting eerste paal. Wordt die zone geplukt. En dan is daar een eerste keer een bal tussen de palen van Hannes van der Brugge. Snel genomen nu. Lennart Hens is aan de aandacht ontsnapt. Kan ook voorgeven. Een Simba goed gelaten, maar niet afgewerkt. Niet verzilverd door Rode. Uitstekende dummy wel van. Ja, uitstekend gedaan dit van Alamina. Technisch hoogstandje van de Ecuadoraanse international. Dan terugleggen. En dan is daar dan een eerste doelpunt voor cirkelen. Ja, nee, toch niet. Want Somers vergeet helemaal af te drukken. Die leken we al bijna te gaan tellen. Haal je geen Champions Playoffs. Maar voorlopig wel een 15 op 30. Minda kan zich even losrukken. En dan was er bijna een gevaarlijke deviatie. Minstens een punt. Dat is 4 keer gebeurd. Scoort hij niet, heeft Cercle altijd al verloren dit seizoen. Maar hij zit, net als nog wat andere jongens op het veld in deze eerste helft, niet in de match. Hij van Hazenbroek in 2017 tegen Moes Kroen. En stond Frank Boks toen in doel. We kijken naar Kevin Denke. Hartje, heerlijk. En dan een tweede bal tussen de palen. Een derde in deze partij. Die op die manier hun kans zullen krijgen zolang Denke hier nog rondloopt. Ja, bal is niet over de lijn. Denke is daar ook nog. Denke kan niet afwerken. Verrips had dat goed gelezen, maar bij Tender stonden ze even te slapen achterin. Diakité zet zich uitstekend door, kan ook binnenhouden. Dat beseffen ze bij Tender maar laat. En dan een bal achter Denke, waardoor hij niet kon besluiten en zo. Er was ook geen appel voor een strafschop of wat dan ook. Maar Bert Put, die moet wel degelijk naar het scherm. En hij moet nu een beslissing nemen, maar staat hij daar dan voor de volle 100% achter? Ja, geen penalty, zegt hij. Heeft heel erg lang getwijfeld. Ja, goed. In één tijd rechtstreeks lijn naar Denke, die zich kan vrijmaken. En zo Verrips nog eens aan het werk. Denke. Er leek me even een arm bij in het spel, maar Put laat wel verder voetballen. Olaikbe! Net niet! Nee, tegen de paal. Iedereen stond al aan het juichen. 1-0 op het bord mocht komen, maar die bal hobbelde van de ene paal net voorbij de andere en niet binnen. Verrips geklopt. Maar een reddingslijn toegeworpen door het doelhout. Door de benen van Ruijsen richting 2. Bij Cercle. We kijken nu, want daar is de vereniging opnieuw. Christian Ravic, de vlam in de pan. Stel je voor, Christian Ravic met een goed schot. Maar een fantastische save ook van Michael Verrips. En nu zit de vlam er helemaal in. Tegen Olympique Charleroi in de beker. En dan thuis tegen Charleroi. Kijken nu naar Den. Ja, op Miyange dan. Zien dat het nu niet helemaal ontspoort. Weer een gele kaart. En dat is een tweede. Ja, voor Soladio. Ja, na een kleine 100 minuten maakt Berput een einde aan toch wel een treurmars. Deze partij die in de tweede helft nog een beetje werd opgefleurd. We'll be right back.